Nou, we hebben op dit moment al twee, mag ik het hangtetouwsters noemen, Geister Hausmüller en het Labyrinth of Hell. En natuurlijk is het een droom om in de toekomst nog meer of grotere hangtetouwsters te gaan ontwikkelen. Absoluut. Ik denk dat wij daar absoluut naartoe kunnen gaan, mits dat we een manier kunnen vinden waarop die haunted houses ook goed bij Toverland blijven passen. Wij willen geen horrorfeest worden, wij willen toch blijven griezelen met een glimlach. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een Just Sommerland, die doen het ook. Dus dan kunnen wij dat ook. Bij Sommerland hebben ze nu op dit moment twee haunted houses. Eén daarvan is onder andere de Heksenskolen, als ik het goed uitspreek. Een heksenschool waar het ook overdag toegankelijker is voor wat jongere mensen. Dit jaar is het vooral heel bijzonder dat we weer een aantal nieuwe scarezones hebben. We hebben er dit jaar 7. Elk jaar willen we weer een stapje hoger, een stapje meer. En dat is mijn inziens goed gelukt. We staan op dit moment in de Magische Vallei en achter de Magische Vallei liggen een tweetal vijvers die ook al bij Toverland horen. En wij hebben mooie plannen voor dat gebied. Misschien volgend jaar al. Mijn entertainment hart, dat ziet dan volop mogelijkheden om weer enge dingen te gaan doen.